one. Let's go to the beach. Each, let's go. Nou, vandaag heb ik voor jullie weer een review over een elektrisch product. Beauty product wel, want het is een föhn. Hij is van Babyliss en hij heet, dit is de iPro 2000. En de iPro 2000 is een hele fijne föhn met een professionele motor van 2000 watt. En dat houdt in dat hij gewoon sterker is en harder blaast, waardoor je haar sneller droog is. Zelfs tot 25% sneller droog dan normaal. Of een normale föhn. Het is in ieder geval, moet je nagaan, hè, dat als je blaast, dan komt er dus met een zeg maar, snelheid van 95 km per uur lucht uit. En die maakt je haar natuurlijk droog. Nou, de föhn heeft, ik zal hem zo even aanzetten. En ik heb hem zo meteen ook even een klein stukje laten zien. Laat ik jullie zien hoe ik mijn haar föhn, gewoon even snel. Maar dan heb je een beetje een idee. Ik zal je zo ook nog even vertellen welke producten ik daarnaast gebruik. Dus naast de föhn heb ik natuurlijk ook nog wat producten die mijn haar beschermen. Maar eerst even de föhn. Het is zo dat hij twee standen heeft. De uitstand, de medium stand en de hardblazende stand. In totaal zijn er 3 temperatuurstanden. Maar er is ook een koude stand. Die zie je hier, heel klein knopje. Dus wil je liever echt met koud föhnen met koude lucht, dan kun je dit dus indrukken en dan krijg je koude lucht. Anders heb je medium, wat warmer en heel warm. En heel warm is ook echt heel warm. En ik moet eerlijk zeggen dat het soms wel echt nodig is. Zeker als je haar in een bepaald model wil föhnen, dan heb je die hitte wel nodig. Nou, je kunt hem natuurlijk gewoon zo gebruiken met een gewone blaasmond. Hè, zodat je lekker je haar alle kanten op kan föhnen. Goed voor het volume. Je kunt hem ook gebruiken met een diffuser. Een diffuser is bijvoorbeeld heel handig als je krullen hebt of in ieder geval volume wilt, dan is het dus zo dat je eigenlijk de föhn tussen je haar zet en vervolgens gaan die tanden, die gaan tussen je haar en bij je haarwortels en die blazen die lucht ertussen. Dat betekent dat je meer volume krijgt. Ook heel mooi als je, een beetje rommelig, als je krullen hebt. Want dan krijg je dus echt van die mooie losse krullen en komt meer volume in je haar zonder dat je hoeft te borstelen of wat dan ook. De diffuser die gebruik je met krullen. Eventueel ook met glad haar of met stijl haar om wat meer volume te creëren. Maar je gebruikt in principe deze blaasmond, zo, die blaasmond, waarom, nou ja, dat is niet waar, je gebruikt hem niet, maar die kun je wel gebruiken. Het is een keramische blaasmond, dat betekent dat hij warm wordt op het moment dat je de föhn ook laat blazen met warme lucht. Ik gebruik het samen met een grote föhnborstel, deze is van Moroccan Oil. En die combinatie zorgt ervoor dat je haar door de ionen die de föhn uitblaast en door de keramische mond, zeg maar, zorgt het ervoor dat je haar veel mooier gaat glanzen. Want de haarschubben die sluiten zich mooi en het is ook antistatisch. En dat is gewoon echt heel fijn, want dan betekent dat je je haar gewassen hebt, dat je niet gelijk weer met statisch haar zit. Dat is die combinatie en je moet dan ook wel een goede föhnborstel hebben. Ook van keramisch materiaal gemaakt als het kan. Nou, deze van Moroccan Oil is er één, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Nou, ik vind het zelf een hele fijne föhn. Ik had een föhn, die was alweer echt aan vervanging toe. Dus ik was blij dat ik deze kon testen en ik ben er heel tevreden mee. Dus dit is een blijvertje wat mij betreft. Vooral ook de verschillende standen, heel fijn. Het maakt gewoon mijn haar droog en soepel. En laat het dus glanzen in combinatie met een goede föhnborstel. Nou, kijk even naar het filmpje. Dan kun je even zien hoe ik mijn haar föhn. Ik zal niet te veel vertellen. Ik zal nog even één ding doen en dat is de föhn even echt demonstreren. Zodat je even hoort hoe die blaast. Even kijken. Dat was stand 1. En dan gaan we naar stand 2. Ook niet overdreven hard. Wat ook handig is om te weten is dat hier een goed beschermend netje overheen zit. Zodat je haar niet erin kan gaan. Wat wel eens gebeurd is bij mij, moet ik eerlijk zeggen, lang geleden. Heel eng. Heb je dus geen last van met deze föhn. De föhn kost €54,99, zoals de adviesprijs van Babyliss. En het is zijn geld zeker waard, vind ik. Na het filmpje, wat je nu zo gaat zien, heb ik dan nog eventjes iets leuks. Want ik heb ook nog een winactie voor jullie. Maar kijk even hoe ik mijn haar föhn. Like it's your last chance if you want more, more.
Deze föhn heb ik dus getest. Maar ik heb nog iets leuks, want ik heb ook nog een föhn die ik weg mag geven. En dat is deze van Babyliss. Dat is de Le Pro de Babyliss. De Pro van Babyliss met 2300 watt. Even kijken hoor. Er staat van alles op. Hij heeft een snelheid van 130 km per uur. Dat betekent dat hij nog sneller blaast dan die ik je net heb laten zien. Ja, ik heb hem natuurlijk even snel getest. Want ja, ik moest hem natuurlijk wel even. Beide föhn. Hij is lekker klein. Dat vind ik wel fijn. Want dat betekent dat je, als je hem op vakantie meeneemt of wat dan ook, dat je gewoon meer ruimte hebt. Dan zijn er twee verschillende blaasmonden. Een wat smallere, zoals je hier ziet. En een wat bredere. Deze ook weer van keramisch materiaal gemaakt. En ja, in principe blijft hij hetzelfde als de ander. Ik zal niet uitgebreid meer te vertellen. Maar je kunt hem dus winnen. Waar kun je hem winnen? Bij het artikel wat komt op de website. Op beautyscene.nl. En daar kun je precies lezen hoe je kans maakt op deze Babyliss. Föhn van wel 84,99 is volgens mij de adviesprijs. Dus dat is natuurlijk leuk om te winnen. Ja, ik vind het fijn. Wat je ook kunt doen, en dat is misschien altijd wel even leuk, is naar de Facebookpagina gaan van Babyliss. En die liken, want dan kun je vast een meer leuke dingen doen en winnen misschien wel van Babyliss. Veel succes! Doei!